Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend komt verspreid wat lage bewolking voor, maar die gaat geleidelijk aan oplossen of gaat over in stapelwolken. De rest van de dag schijnt de zon dan ook overal geregeld. In het noordwesten kan vanochtend een enkel buitje vanaf zee binnen drijven. Vanmiddag dan ontstaan er in het binnenland een paar buien, maar er zijn ook een heleboel plaatsen waar het droog blijft. Tot 20 tot 22 graden en er waait een veelal matige wind uit westelijke richtingen aan zee misschien eerst nog vrij krachtig. Vanavond wordt het overal droog en dan uh, klaart het ook flink op. De temperatuur daalt uiteindelijk naar ongeveer 19 graden. Dan morgenochtend ten eerste instantie wat meer bewolking. In het noordoosten misschien een enkele bui, maar in het zuidwesten en zuiden blijft het gewoon droog. Uiteindelijk in de middag schijnt overal de zon geregeld en is het overal droog bij uiteindelijk 21 tot 23 graden. Dan de zondag, die ziet er nog wat fraaier uit. Eerst nog weer wat meer bewolking en misschien lokaal een buitje, maar op de meeste plaatsen gewoon droog en in de middag flink wat zon. En het wordt dan 23 tot 25 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan behoorlijk weer omlaag en vanaf dinsdag wordt het ook wisselvalliger. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl